Hallo allemaal! Hallo! Hallo! Ik heb boodschappen gedaan. Ja. Bij de Deen dit keer. Dat was niet leuk. Nou, elke keer als ik bij de Deen kom, kom ik niet zo heel erg vaak, maar dan raak ik een beetje in de war. Dus ik kan nou niet zeggen dat ik echt boodschappen heb gedaan, zodat ik een heel menu kan maken of zo. Dus bij de Deen. En we hebben allerlei dingen. En de Deen heeft hele leuke aan. Ik weet niet of jullie mijn buik zien. Ik weet niet of jullie zien dat ik dit doe de hele tijd. Ik heb al sinds gisteravond heb ik maagkrampen. Of buikkrampen. En ik heb echt mijn buik is opgezet. En ik ben gewoon... Het is allemaal niet leuk. Maar goed. Ben je blauw? Ik ga wel even laten... Huh? Dat is helemaal blauw. Ben ik blauw? Ja, het is... Oh. Ik ga even laten zien wat ik wel heb gekocht. Ik heb appeltjes gekocht. Ananas was €1. Ik denk, nou leuk, we staan morgen de hele dag alle vier op het korfbalveld. Yeah. Dus ik dacht, nou dit is misschien wel leuk. Dit was €1. Hier word ik gewoon gelukkig van, jongens. Weet je, jullie weten het, dat ik dit soort dingen, daar word ik heel blij van. Dat is makkelijk. Daar koop ik er nog een paar van. Ja, hè? Nou, dit was €2,50. En ik word hier gelukkig van. En dit is een mix met allerlei soorten tomaten en gelukkigheid. Dus dat, nou, we gaan veel tomatensalade eten, denk ik, deze week. Een courgette voor de pasta. Ik heb aardappeltjes gekocht. Quiche Lorraine. Ik dacht, ik ga een keertje... Quiche Lorraine. Net gordement. Ik dacht, ik ga een keertje soep maken. En dan is het altijd wel lekker om zoiets erbij te eten. Voulez-vous coucher avec le quiche Lorraine? Nou, dat is, ik weet niet of dat heel leuk is. Worteltjes. IJswerksla. Cheese balls. Dit is cheese van... balls. Dit is voor mij. Doet me denken aan die film. Ja. Oh, zit van alles erop. Maar goed, dit vind ik lekker. Dat komt door de structuur. Ik vind de structuur heel erg lekker en daardoor koop ik dit. Lekker. Dit was €1 per stuk, dus ik heb weer even ingeslagen. Burritos. Burritos, mijn favoriet. Ja, maar normaal koop ik gewoon het merk van Knorr. En nu was dit, zeg maar, dit scheelde gewoon €1 per pak. Ik denk, ik ga het eens een keer proberen. Waarom doe je dat nou? Want ik ben blij met die vorige. Die waren lekker. Ja. Dit is dan natuurlijk weer dat je denkt, get verdemme. Zullen we het proberen of zullen we het niet proberen? Nee, soms voortdag, moet je dingen... Nee, niet met eten. Met eten koop je gewoon hetgeen wat lekker is. Ja, maar misschien is dit ook wel lekker, maar weten we het niet. Dus moet je het uitproberen. Zolang ik het niet weet, mis ik ook niks. Dus koop je het origineel. We hebben heel veel snoep gekocht, want de snoepbak is echt zo'n serieus leeg. Deze zijn voor mij, want... Ja, maar je koopt elke week snoep. Dus nee, dat is niet waar. Ik heb een snoepbak. Ja, maar dat zijn snoepjes voor tussendoor, maar de snoepbak... Oh, maar de snoepbak is niet voor tussendoor, maar toch is die leeg. Overigens, we waren aan het zoeken naar snoep. Maar Loes had snoep gevonden... Maar toen zei ze, nee, het moet ingepakt snoep zijn. Ja, jij had deze gepakt, maar ik wil dat niet in de snoepbak hebben. Toen vond hebben. Jij een hele grote tas, zak, met ingepakt snoep. Toen zei, nee, dit is het te veel. Ja. Kleine picky, with the sweets. En deze zijn van mij, want het is zuur. Sour. Sour stripes. Dan heb ik kaas, geraspte kaas, gekookte worst, kipfilet en serrano ham. Oh. Is die vorige nu? Dat mag, dat kunnen we zo direct eten. Bapau had ik vorige keer had ik dat gekocht. Toen is die voor nu? Dat mag. Oh. Okay. Dan heb ik tortilla wraps. Dit is gewoon voor... Sorry. Jongen. Dit is gewoon voor in de voorraad. Danio, dat is de favoriete toetje van de mannen. En kwark. Dit keer heb ik Spaanse sinaasappel gekocht. 3 pakken melk. Roomboter, want dat was echt helemaal op. Kattenvoer. Nou, dit gaat ook morgen mee naar het korfbalveld. En toen dacht ik, want ze hadden echt een serieus idee. Die heeft dus langs elke vak, echt gewoon langs elke dingetje, gewoon allemaal van die rotzooi. Ja, ik kom even niet op het woord. Maar gewoon, als je elke keer loop je door zo'n ja, hoe kom ik op? Ik weet niet veel, ik weet niet meer over het lopen. Straatje, maar dan, hoe noem je dat? Aisle. Ajo, maar dan in het Nederlands. Dat weet ik niet, want ik ben meer Engels ingericht. Oké, nou goed. Bij elke hoek, laat ik het zo zeggen, bij elke hoek hadden ze allemaal troep. Echt gewoon alleen maar troep. Nou, dit is altijd handig, hè? Dat was bijna op. Dus dit heb ik gekocht. Maar deze zocht ik laatst, daar had ik het laatst over. Want als we op vakantie gaan, dan is het gewoon leuk als we met zo'n vergrootglas een vuurtje kunnen stoken. En ik liep er gewoon tegenaan, Mark. Helemaal cool. En ik dacht, ik deed dit ook alvast kopen. Hier heb ik een tip voor. Iedereen kent tegenwoordig de friction pennen. Van die pennen die je met de achterkant met een stukje rubber kunt uitvegen alsof het een potlood was. Als je dat niet doet en je wil in één keer een heel boekje leegmaken, dan pak je zo'n boekje dat je ingekalkt hebt met je friction pen en dan leg je in de magnetron. 30 seconden,
hele boekje leeg. Nou, dat is inderdaad een goede tip. Heeft verder helemaal niks met het dobbelspel te maken, maar... Nee, maar het geldt voor alles wat je dus doet met de frictionpen. Oké, nou goed, dan nemen we ze mee. Dit heb ik ook voor de vakantie. De koekjes waren op en deze waren 50 cent, 50 cent en een euro. Ik denk, nou ja, oké. Dit vindt Mika gewoon heel erg lekker. De mosterd was op. Dit was niet op, maar dit was in de aanbieding voor een euro. Dus ik dacht, ik neem het mee. Wat is het dan? Koop ja, de gewoon echt alleen pindasaus? Ja, dus dat leng je aan en dan kan je de pinsen. Corona? Is dat voor nu? Dat mag. Oké. En we kunnen weer poepen. Lekker. Hartstikke leuk. Heel en dat was prettig. Het. Ja, want het, nou, iedereen doet het hoor, schat. Dus, maar dit was het. En ik heb 85 euro uitgegeven. Jullie zien, er zit geen vlees bij. Er zit niet genoeg groente bij. Er zitten geen eieren bij. Dus jullie snappen alweer dat ik nog een keertje moet gaan. Maar goed. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende vlees, keer. Vlees, nog vis. Smile and feel pity.